Het inferno van beschietingen en het bombardement van 14 mei en de daardoor ontstane brand is uitgeraasd. Het stadshart is daardoor veranderd in één grote, onleefbare en moeilijk begaanbare woestenij. Ruim 25.000 woningen en vele bedrijfspanden zoals winkels, kantoren en werkplaatsen zijn nu een enorme en moeilijk toegankelijke stinkende puinhoop. Daardoor zijn zo'n 80.000 mensen niet alleen dakloos, maar vele daarvan ook werkloos geworden. Op vrijdag 15 mei, precies een etmaal na het bombardement en één dag nadat de hevigste branden waren uitgewoed, vond de eerste bijeenkomst van burgemeester Pieter Oud en enkele topambtenaren over de wederopbouw plaats. Meester Karel Paul van der Mandelen, voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koophandel, was gastheer. De bijeenkomst was bij hem in de achtertuin in Kralingen. Daar kreeg de directeur van de gemeentelijke technische dienst, Willem Witteveen, informeel de opdracht om de stad puinvrij te maken en een schetsplan te maken voor de wederopbouw. En om het commerciële herstel van de stad aan te vatten, werd op diezelfde dag ook de Stichting Rotterdam 1940 opgericht.